Hallo. Ja. Goedemorgen. Ik ben deze ochtend heel vroeg bezig geweest met het onderwerp van tongentaal. Wat is dat? Tongentaal. Dit komt voor in de Bijbel. En in bepaalde gedeeltes spreekt Paulus erover dat hij begaan is met het spreken in tongen. Maar wat is dat nou, dat tongentaal, de klanktaal? We kunnen hierover terugvinden dat het spreken in tongen, dat is ja, het spreken. Spreken, direct spreken tot God. Maar het spreken tot God, dat heeft alleen maar waarde wanneer je iemand anders ermee kan helpen. Wanneer het werkelijk is dat je iets wezenlijks door kunt geven aan een ander. Want anders is het gewoon, ja, niets anders dan een klanktaal. En het is eigenlijk hetzelfde als muziek. Muziek is ook een klanktaal. En dit is voor mij ook een heel een heel wezenlijk onderdeel van Stichting Bando. In Stichting Bando heb ik het over vier verschillende vormen van communicatie. De communicatie door woorden, de communicatie door klank, de communicatie door beweging en de communicatie door beeld. Je kijkt nu naar een ongeschoren gezicht. Ik heb me vandaag niet geschoren nog. En dat heeft een bepaald beeld van jou. Misschien maak je daar van alles van uit. En je hoort mij ook spreken in een bepaalde klank. Dat geloof je of dat geloof je totaal niet. Je ziet me ook bewegen. Je ziet een beweging in mij. Je ziet mijn ogen. Als ik ze open en dicht doe, dan zie je dat. Dat heeft een werking in jou. Dat is ook de beweging, maar ook het totale beeld. Het beeld, al die vier die, alle elementen die werken in jou samen om met z'n allen één ding te zeggen. Van wat jij waar vindt of wat niet waar is. Als het waarheid is. Dan heeft het waarde. Maar als het niet waar is, dan heeft het geen enkele waarde. Het gaat dus over die communicatie tussen verschillende mensen. En zo wordt dat ook eigenlijk uitgedrukt in tongentaal. Het heeft helemaal niks te vertellen wanneer het niets heeft van liefde. Als er geen liefde wordt doorgegeven, als er geen God wordt doorgegeven, dan is het zinloos. Wanneer jij beweert via tongentaal alles te kunnen vertellen, vergeet dan nooit dat het verstaanbaar moet zijn voor iemand. Niet alleen voor jezelf. En ook niet alleen voor God. Maar ook mensen die het aan andere mensen duidelijk kunnen maken. Van wat je dan bedoelt. Ga ik naar een tentoonstelling toe. Er is een klasgenoot van mij van de Kunstacademie die een expositie heeft. Een opening. En ik ga daar naartoe. En ik ben benieuwd hoe hij hier eigenlijk over denkt.
Hij heeft ook nog dezelfde naam als ik. Hans. Dus ik vind het wel heel grappig. En we zitten nu samen in dezelfde club. De club van de Haagse Kunstkring. Dus ik ga het gewoon even proberen. Wat is zijn idee over communicatie in beeld, maar dan dus ook in klank en ook beweging? En in woord. Want ik ga met hem praten. Dit heeft dus nog een vervolg. Ik hoop je snel weer te horen en te spreken. En ik zal je laten weten wat het resultaat is geworden.